Paul Strijker. Ik dacht, wat doen we nou dan tegen je nieuwe ploeg? Ja, het is zo. Het is nu nog voor Lutten. En volgend seizoen is voor Hoogeveen. Ja. Dat is ik zat. Dus, en ik wou nog, ooit nog een keertje scoren tegen Hoogeveen. Nog kan, hè. Ja. Dus. Ze kunnen jou in ieder geval niks verwijten. Nee, daarom. Ze weten dat ze de volgende wel dan hebben. Hopelijk. Ja. Ja, ik bedoel er ook meer op Lutten natuurlijk. Hè? Want ik kan me voorstellen dat de supporters een beetje leeft van ja, hoe gaat die zo'n wedstrijd in? Ja, stel je mist een kans, dan gaan ze er gelijk alles naar kijken natuurlijk. Het is gelijk van, oh, doet hij het expres, doet hij het niet. Nou, gelukkig ging de eerste kans er gelijk in. Nou, dan heb je toch een beetje positiviteit aan de kant van Lutten nog. Ideaal scenario voor jullie, hè? Al maar 5 minuten. Die bal op een gegeven moment diep, jij alleen door? Ja, dan is het een kwestie van rustig blijven en schieten. En ik wist nog van de vorige keer dat hij de benen los doet. Ik denk, ik doe het gewoon nog een keer. Nou, dat ging goed. Ja, voor de duidelijkheid, vorige keer scoorde hij 3 keer ook in Lutten. Nou is het dus uiteindelijk snel 1-0. Ja, en dan komen jullie eigenlijk nauwelijks in de problemen. Hoogeveen komt niet tot een favoriete spelletje. Nee, dat was de bedoeling. Gewoon snel vastzetten dat ze niet een spel kunnen spelen. En dat ze wel lange ballen moeten, daar zijn ze niet het beste in. Ze moeten van voetbal hebben. En wij kunnen blijkbaar nogal redelijk vastzetten. En zodoende ging het nog goed. Hadden jullie bewust omzetting gedaan? Want Jan van den Berg startte bijvoorbeeld niet. Nee, dat was niet bewust. Ja, misschien een keuze van de trainer, maar dat weet ik niet. Maar het was wel de bedoeling om met 3 verdedigers te gaan spelen. Ja, als je al er niet tussen past, ja, dan moet je plaatsnemen op de bank. Het feit dat Hoogeveen dus met 2 spitsen speelde, speelde daarin de belangrijkste rol? Nou, dat weet ik niet. Het is de keuze van de trainer geweest, daar weet ik verder niks van. Dus, ja. Ja. Dan ga je naar de tweede helft. En dan heb je het even moeilijk, want dan krijgt Hoogeveen in de beginfase 3 kansen. Ja, we wisten dat ze gelijk vol erop gingen en dan moesten wij ook, nou dat deden wij niet. Nou, en dan zie je dat zij ook gewoon kansen creëren en dat het gewoon gelijk spel kan worden. En dan weet je ook dat er ruimtes ontstaan, daar profiteren jullie optimaal van. Ja, het is 1 balletje lang en het was gelijk een goal. Dat is makkelijk. Dan blijf je toch weer ontzettend cool, hè? Ja, dat is de... Sta je voor? Ja, precies. Ik moet de goals maken. Nou ja, dat gaat hartstikke goed dit seizoen, dus top. En dan denk ik van, Hoogeveen komt er op dat moment ook niet meer uit, lange tijd. En dan valt die tegenkool van jullie, uit die vrije trap van Lindhorst. Ja, het is jammer. Dus ja, het was, uiteindelijk was het Ruben de Haas volgens mij, met die 2-1. En de keeper liet de bal gelijk los. Nou, en als een kwestie van inkoppen scherp zijn, nou, dat was Cobes. En daardoor werd het gelijk 2-1. En dan verwacht je dat Hoogeveen komt, maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Het viel mee, ja. En uiteindelijk komt toch weer een klus in de klus en dan valt hij er toch nog in. Ja, en dan 2-2 en dan wordt het in één keer allemaal hectisch, hè? En dan is het echt het voetbal wat we in de derde klas zien, hè? Ja, dat is gewoon volle bak vooruit en hopen dat hij nog een keer invalt. Ja, dat is makkelijk zat. Ja. Nou, uiteindelijk wordt het 2-2. Wat overheerst er dan bij jullie? Ja, dat weet ik niet. Ja, geen idee. Kater of toch zoiets van, dat punt hebben we, staan nog een punt voor? Nee, dat ook niet. Het is gewoon, niet schermen zijn. Het was op. Iedereen was op, denk ik. En ja, misschien dat Hoogeveen nog net het over had. Nou, ja, en nu, op dit moment dat we met elkaar praten, staat Tonegel met 2-1 achter. Hardenberg op 1-1, nou, die moet er nog even. Ja, het is ongelooflijk, hè. Je kunt er echt geen voorspelling op loslaten. Ja, het is een super competitie bovenin, hartstikke leuk. Iedereen verliest punten, iedereen wint punten. Maar het is altijd precies hetzelfde. Wie wint, dan wint de ander ook. Verliest degene of speelt gelijk, dan is de ander net zo. Dus hartstikke leuk. Volgende week Hardenberg, weer een onderlinge concurrent. Ja, zeker. Maar daar moeten we weer het beste van maken, toch? Even naar je persoonlijk. Je hebt ervoor gekozen om naar Hoogeveen te gaan, al vrij vlot. Wat heeft je toen besloten om naar Hoogeveen te gaan? Hij weet het nog niet, maar het is eigenlijk puur om de trainer. Ik vind Edje Vingers super gozer en ik weet dat hij mij beter kan maken. En het is ook handig voor mij, ik kan lekker op fietsen en niet afhankelijk van mijn vader. Dus ja, het is eigenlijk ideaal. Ja. Hoogeveen een leuke ploeg, goede ploeg. Nou, ik weet zeker dat ik hier nog wat kan leren. Je zegt heel hoge verwachtingen van Edward. Waar is dat op gebaseerd? Ik ken hem al langer. Hij heeft mijn vader training gegeven in Duitsland. En zodoende, ik weet dat hij een super trainer is. Nou, ik weet dat hij mij wel kan leren. Nou, zodoende is de keuze dat is niet heel moeilijk. En je komt natuurlijk in een mooi team. Hè? Want als je nu vanochtend ook weer hoorde welke spelers erbij komen. Ja, het is niet normaal. Het is echt super. Dus er staan al op 7, 8 spelers erbij. Dus het is alleen maar leuk. Geeft ook wel aan, het is een club in beweging, volksclub. Ik denk dat jou dat ook aanspreekt. Ja, zeker. Ja, de eerste oog was gelijk goed. Nou, en het tweede gesprek ook. Ja, mijn vader stond erachter, dus ja, dan dacht ik, nou, dan doe ik het. Makkelijk zat. Ik neem aan dat hij ontzettend veel praat met je vader over voetbal. Hè? Want ja, we kennen je vader, Henry. Het beroemde duo met Jaap Schoonenwille bij Onze Veld. Ja, toen jij nog niet geboren was, denk ik, gast, hè? Nee, nou, het is zo. Ik heb alles van hem geleerd. Vanaf jongs af aan heeft hij mij het geleerd. En nou, zodoende is hij er altijd bij. Nou, vind ik super. Echt tof. Moet ik me dan bijvoorbeeld voorstellen van jongs af aan al met een bal en de voet in de tuin? Ja. Toen ik kon staan was het gelijk raak. Gelijk de bal erbij, ja.
Wat heeft hij er met name bijgebracht? Want dat ik vandaar die koelbloedigheid bijvoorbeeld zie, ja, daar ken ik zijn stijl ook wel in. Ja, dat is het. Hij was eerder spits. Hij heeft me alles bijgeleerd, 1-op-1. Gelijk rustig blijven, verstand op nul, een hoekje kiezen. Nou goed, nog een paar weken. Ja, dan zit het seizoen bij Lutten erop. En dan op naar Hogeveen. Ja, we weten niet waar het eindigt, hè? Derde of tweede klas. Nee, we gaan het zien. We gaan het zien.